Hallo, ik ben Bart Lammens, directeur van Richtpunt Campus Zottegem, de stemdomeinschool in Zuidoost-Vlaanderen. Ik wil jullie meenemen op een tour doorheen de school en jullie laten zien wat kwaliteit voor de toekomst voor ons betekent. Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, bieden we ze een parcours op maat aan. Op onze campus maken onze leerlingen kennis met houtbewerking, elektriciteit, elektronica, programmeren en mechanica. Zo krijgen ze de kans om met high-tech apparatuur te werken en stage te lopen, zodat ze op de arbeidsmarkt direct aan de slag kunnen gaan. Anderen bereiden we voor op het hoger onderwijs om bachelor- of masterstudies aan te vatten. In de eerste graad voorzien we individuele begeleiding, introductiedagen en stemprojecten. Concreet zetten we bijvoorbeeld in op individueel lesgeven. We geven de lessen van het project Algemene Vakken in kleine deelgroepen. En leerlingen gaan dan op hun eigen tempo aan de slag. Tijdens de integratie driedaagse zorgen we dat onze leerlingen elkaar wat beter leren kennen. En dan hebben we nog de verschillende stemprojecten. Daarin kunnen onze leerlingen ontdekken waar hun interesses liggen op het gebied van science, technology, engineering en mathematics. Een heel hip voorbeeld vandaag was de zelfontwikkelde CO2-meter van onze leerlingen. Om de leerlingen te ondersteunen in dit digitale tijdperk gebruiken we tijdens de lessen vaak een smartboard en laptops. Elke leerling beschikt over een individueel toestel. We zorgen niet alleen voor onze eigen leerlingen. We kijken ook buiten onze schoolmuren. Om leerlingen uit naburige basisscholen kennis te laten maken met techniek en moderne technologieën, werken onze vakleerkrachten technologie een specifiek lessenpakket uit voor het lager onderwijs. Daarmee kunnen ze dan aan de slag in onze LEGO Education Innovation Studio. We zijn ook heel trots op onze jarenlange deelname aan het SOLAR-project. Samen met de KU Leuven sleutelen we aan de zogenaamde SOLAR-wagen, een auto op zonne-energie. Met onze wagen wonnen de leerlingen al 2 keer de SOLAR Olympiade. Maar er is ook aandacht voor andere disciplines. Zo kunnen de leerlingen tijdens de middag kennis maken met muziek of met verschillende sporten. Ze worden erin begeleid door heel enthousiaste leerkrachten. Leren is natuurlijk meer dan alleen maar kennis overbrengen. We proberen onze leerlingen ook de juiste arbeidsattitudes aan te leren. En daarvoor krijgen we hulp van VZW SODA Plus. Die SODA die staat voor stiptheid, orde, discipline en een professionele attitude. Leerlingen die daar extra inspanningen voor leveren, krijgen van ons een SODA-attest. Het bewijst hun inzet en vergroot hun kans op vakantiejobs, stageplaatsen en vastwerk. Leerlingen die een probleem hebben of nood hebben aan een goed gesprek, krijgen een warm onthaal bij onze leerlingenbegeleiders. Je goed voelen in je vel, daar gaan we hier dagelijks voor.